Gordon April. Is die voormalige burgemeester van Oudtshoorn? Ja, dat is correct. En is hier in watter hoedanigheid? Ek is hier samen met die eisige gemeenskap van Dijsselsdorp en ek is die voorzitter van die komitee. Is de voorzitter van een behuisingscomité? Nee, grondeiscomité. Grondeiscomité. Dat is waar. En jullie zijn bij die grondeiskantoor in George. Dat is... En vertel me, wat maak je vandaag? Wat is die missie vandaag? Die missie vandaag is die ongelukkigheid wat die commissie ons mensen behandelt zoals kinders. En bij die dag sterven onze oude mensen sterven uit bij die dag. En onze bedravende geld is ook die regie. Niemand komt naar ons toe voor een dag. Hulle hou net aan hun vergaderings. En die laatste vergadering waar die Kaapse ambtenaar was, dus zo de eerste betalings, april maand plaats van het aan die einde mei, sal die bankrekening leeg gewees het. So jy voel die proces verloopt te stadig? Hy loopt te stadig, want die 30 miljoen, wat voor ons die 1 december gesê het, het soms skielik afgeklim na 18 miljoen gaan. Nou, al die mense wat hier is vandag, is julle allemaal grondeisers? Ja, ja. En is het grond in Dijsselsdorp wat julle bijvoorbeeld voorwag? Is daar iemand van julle wat graag julle story wil vertel? Baie vandag. Vertel me, Tani. Volgens die grond. Volgens die grond. Ja, vertel me hoe lang wacht u al? Ik ben baie ongelukkig. En ik weet niet hoe moet ik zeggen. Hoe lang wacht Tani al voor die grond? Wat Tani op die grond is? 18 jaar. Oké, en wat voor grond is het wat Tani krijgt? Dat is mijn eigen grond. In Dijsselsdorp? In Dijsselsdorp. Laat ik zeggen hoe dat gekomen is. Dat het mijn grond is. Ons is een blauwpunt. Is ek geboren en groot geraak, getrou, geblee, ja, met 18 kinders het ek gehad. Wat is dan die sy naam? Ek is Katrina Perel. Katrina Perel? Yes, met die kapie op die E. Met die kapie op die E? Yes. En die ding sy naam is die. Ons is lekker geblee daar. Daar leed hy gewoon nog net so. Maar ons was daar iets gesit dier die staat. Dit is nou in die jare wat? Dat is in die aparte jaren, wat ik nou van praat. Ja. Ja. En Madiva, he die apartheid laat vlaai. Die andere woord van dat die. En toen is het laat ons gewoon van wat ons in is. Wat van jou geonneem is, kon je terugkrijg. En nou eis Tani dit terug? Ek eis dit nou terug. En nou wacht Tani hopelijk te lang? En ek wacht te lang, maar daar is so baie mense al dood die lang wacht. Hoe oud is Tani nou? Ek het 75. En soos ek nou hier inkom en sien ek hier, dis die moeite werk dat hulle die eisers van Dijsselsdorp mislei nie, want hulle sit hier. Dis die graanwerk hier, dis die pipwerk nie. En ons het die gronde teruggeëist. Is onze grond, onze dier die staat geëist. In die jaren, toen kwam Tolke de Disa. En onze daar gekregen, en onze die gewoon teruggekregen, wat onze was. Toen is daar een conferentie op Ierlands Kloop ook grond. In die conferentie kwam, die kan je vragen stil. Onze het onze vragen stil. Als daar niet komt een dominatie om terug te gaan naar onze eigen plekken toe. Hmm. En lang daarna, 3 jaar na, is die antwoord gekomen. Toen zij zelf die antwoorden kwam hier. En die 25 miljoen was aan die eisers wat gewoon verloren toegekend. Hmm. Waarvan hulle nou nog moet wachten. Alle werk, ons komen die committee die van Dijsseldorp. En ons het die werken gedoen. Ze staan even weten, hoe kom die lang wacht? Als die geld reeds beschikbaar is. Yes. Is klaar, ja. Ja. Ja.